NPS-assembleelid Patricia Etnel geeft VHP-parlementariër Reshma Mangre een veeg uit de pan. Etnel is niet te spreken over de uitspraken van Mangre met betrekking tot de Nationale Partij Suriname NPS. Mangre heeft eerder gezegd dat de Groene Partij meer dan 30 beleidsadviseurs zou hebben gehad op onderwijs en dat het een Friends and Family departement leek voor de NPS. Etnel vindt dat het bewijs daarvoor op tafel gezet moet worden. Mangre moet zich maar liever bezighouden met kwesties rond het onderwijsveld, want daar spelen ook meer dan genoeg problemen, zegt het NPS-parlementslid enigszins verstoord. Het enige wat mevrouw Mangre moet doen, mevrouw Mangre moet nu de leerkrachten komen vertalen waarom ze mee heeft gewerkt dat we een markt van 6 miljoen SRD moeten krijgen die voor veel minder gemaakt kan worden. Toch? Met hout. Zo, eigenlijk voor 6 miljoen SRD hadden we een markt moeten krijgen met een drive-thru. Toch? Maar we kregen gewoon een markt met weer houten planken. Ja? En verder nog, leerkrachten zitten zonder stoelen, scholen zitten zonder stoelen. Als jij vindt dat je zo makkelijk naar de president kan gaan om geld te halen. Wel, eigenlijk in belos alle de leerkrachten dit probleem op vanaf 2020. Maar nee, dat doe je niet. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was tot februari dit jaar in de boezem van de NPS. En onder leiding van gewezen minister Marie Levens heeft het ministerie een aantal veranderingen ondergaan. Daarvoor zijn er zowel voor- als tegenstanders te vinden. Vooral met name als het gaat om het doorstroomsysteem. Er lijkt echter een gehaal en getrek ontstaan tussen de NPS en de VHP die nu het bewind voert over het onderwijsministerie. Het jongste geval betreft de uitlatingen van Mangre over kortweg gezegd hoe de NPS heeft huisgehouden op onderwijs. Etnel laat dit niet over haar kant gaan en wijst haar collega-assembleelid terecht. En laat me er dit voor zeggen. De minister heeft geld gekregen vanuit het ministerie of vanuit de regering dat niet eens genoeg was voor Bawamchi Afdaki. Ja? Het was steeds smeken om geld. Het was steeds bedelen om geld om ervoor te zorgen dat je beide kabinetten voorziet van miljoenen aan SRD's zogenaamd armoedebestrijding. Heeft mevrouw Mangre dat niet gezien? Heeft mevrouw Mangre nooit gezien dat de begroting van het onderwijs ondergewaardeerd zijn? Heeft ze dat nooit gezien? Heeft ze dat nooit gezien? We hebben het 100.000 gepresenteerd en conform de grondwet. Wanneer we kijken naar de taak van een parlementariër, moet zij de soevereine wil van het volk tot uiting brengen en ze moet de regering controleren. Dus dat had ik verwacht, dat mevrouw Mangre dat zou doen. Maar goed, onontak vervoeren over Asma, over die vrouw, om het zo te noemen, want Asma is niet correct over die vrouw. Maar ik wil dus zeggen, laat ze ervoor zorgen dat ze haar werk doet om de leerkrachten goed te vertegenwoordigen. Want wat ze hier doet in het parlement en daarbuiten is alles behalve dat.